Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. In deze video ga ik jullie dit jaar mijn kerstlook van 2020 laten zien. Voordat we gaan beginnen, misschien zien jullie het ook al een beetje. Ik ben een beetje oranje. Ik heb gisteren dus zelf bruiner voor het eerst uitgeprobeerd. Iets te veel gebruikt, dus ik ben een beetje aan de oranje kant. Kijk ook maar naar mijn handen en naar mijn nek hier. Het is niet helemaal zoals het hoorde, maar ik hoop dat jullie de video toch nog leuk vonden. Ook ga ik in deze video wat nieuwe tools van John Behrens gebruiken die ik heb gekregen. En laat ik gewoon mijn make-up zien hoe ik dat deze kerst ga doen. Ik hoop dat jullie het een leuke video vinden en dan gaan we snel beginnen. Voordat we gaan beginnen, mijn zelfbruiner gisteravond die ik gebruikt heb, deze. Deze heb ik gisteravond dus voor het eerst uitgeprobeerd. En ik weet niet, je ziet het waarschijnlijk ook wel op mijn handen, maar het is niet helemaal goed gegaan. In mijn nek heb ik hier ook wat vlekken. Op mijn gezicht is het op zich wel egaal, maar het is wel ietsjes te donker. Maar als je dus denkt, wat heb je op je gezicht? Dat was dus een experimentje met zelfbruiner. Gisteravond ben ik eigenlijk al een beetje begonnen met mezelf klaarmaken hiervoor. Ik heb namelijk een soort van masker in mijn haar gedaan. De mensen die mijn weekvlogs kijken, die weten wel dat ik heel erg fan ben van de producten van Olaplex. Deze heb ik mogen ontvangen van John Behrens. Nummer 0 doe ik dan eerst in mijn haar. Dan maak ik eigenlijk heel mijn haar nat met dit spul. Laat ik 10 minuutjes intrekken. En als ik dat 10 minuten heb laten intrekken, doe ik de nummer 3 eroverheen. Ook de nummer 3 laat ik er 10 minuten intrekken. Daarna ga ik douchen, ga ik lekker uitspoelen, ga ik het wassen met de shampoo en conditioner, ook van Olaplex. En dan is mijn haar super lekker zacht en verzorgd. En schakjes ga ik mijn haar ook verder stylen met een nieuwe stelton die ik ook van hun heb gekregen. Maar we gaan eerst beginnen met de make-up. Een Oompa Loompa, zo oranje. Wat erg. Ik hoop dat we het een beetje kunnen fixen met de make-up, maar het moet wel goed komen. Ik heb hieronder heb ik een spiegel staan. Hier een tasje met allemaal make-up. Ik heb al een dagcreme opgedaan. Ik heb deze Zwitser dagcreme opgedaan. Ik heb deze laatst in de surprise gekregen. En vroeger gebruikte ik deze creme echt altijd. Echt tot mijn 14 heb ik dit als dagcreme gebruikt. En ik vind het eigenlijk wel weer chill. We gaan beginnen denk ik met even lekker een prep en prime spraytje. Zodat mijn gezicht eventjes een beetje wakker wordt. Oh, ik hoop trouwens niet dat hier die zelfbruiner door eraf gaat. Ik heb echt bijna nog nooit zelfbruiner gebruikt. En er stond op die verpakking 1 tot 4 druppels. En toen dacht ik, nou, het is een light to medium kleurtje, dus ik doe al 5. Maar dat was dus op zich niet echt nodig geweest. Even kijken, ik ga beginnen met de foundation. De foundation die ik gebruik, heb ik waarschijnlijk vorig jaar in mijn Get Ready With Me ook gebruikt. Het is de MAC Face & Body Foundation. En ik vind dit gewoon een hele fijne foundation. Hij is niet zo heel dekkend, want ik heb op zich de dekking ook niet echt nodig. Maar het is gewoon meer dat ik heb wel wat oneffen kleurtje in mijn gezicht. Zeg maar qua rode vlekjes of een beetje wit-bruin. Gewoon pigmentvlekjes. En als je dan foundation aanbrengt en daarna gaat contouren, is dat gewoon mooier. Nou, het is in ieder geval de goede kleur voor mijn foundation, deze huid. Mijn goede. Ik ga van de week foto's maken. Ik hoop dat het bruine kleurtje dan een beetje is weggetrokken van dit. Ik breng het altijd eerst aan met mijn hand. Omdat als je het gelijk met je spons aanbrengt of met de beauty blender, dan gaat er zoveel product in die beauty blender zitten. Ik maak hem even nat met mijn spray. Normaal doe ik dit altijd gewoon onder de kamer, maar ik heb nu even geen zin om te lopen. En dan ga ik het gewoon lekker erin deppen. Wat gaan jullie allemaal doen met kerst? Mijn planning is niet heel... Ja, ik ga wel... Mijn ouders zijn gescheiden, Mew's ouders zijn gescheiden, dus we moeten langs 4 families. Dus het is best wel druk, maar het is ook wel weer, zeg maar, gewoon rustig, omdat je natuurlijk niet met veel mensen mag zijn. Normaal op kerstavond waren we echt altijd met, nou, een stuk denk ik, of ja, toch wel bijna 20 man. We waren met heel de familie van mijn vader. En dit jaar zijn we alleen met mijn opa en oma. Dat is natuurlijk 2 man, dus dat mag gewoon. Maar ja, normaal waren we echt met heel veel, waren we met mijn oom en tante en die hebben dan 4 kinderen. Waren we met mijn vaders oom en tante, die had ook nog 1 kind, Kiki. Dan hadden we nog een ander gezin, dan mijn opa en oma. Dus dan zag je echt wel dik aan de 20 man. Maar dat mag nu natuurlijk niet. Oh, ik ben echt zo oranje. Ik vraag me af of dit op camera ook zo overkomt. Waarschijnlijk wel. Maar oké. Wat ik dan ga doen is, dan pak ik deze van Chanel. Dit is de Ten Soleil. Om een beetje te bronzen en te contouren. Nou heb ik het bronzen nu momenteel niet echt nodig. Oh jongens, dit kan echt niet. Kijk ook mijn hand. Deze is erg. Maar oké. Hier ga ik dus een beetje mee contouren. En wat ik dan doe is, ik pak niet deze vast. Ik pak een grote
ja, weet je, een blush brush is dit volgens mij. Ja, de blush brush van Real Techniques. En daar ga ik er gewoon een beetje mee in zo. En dan ga ik de, ja, op de plekken doen waar ik een beetje schaduw wil. Dus dat is nu een beetje zo hier. Die zit er bijna niet eens meer zitten, joh. Door die bronzer. En gewoon een beetje over mijn voorhoofd heen. Het is ook buiten zo grauw en donker en mistig. Ik heb ook nu ook mijn ringlamp aangezet. Daar zag je echt helemaal niks. Maar daardoor lijkt mijn bronzer of mijn zelfruimer nog wel iets heftiger. Zo. Dan pak ik weer mijn beauty blender en dan ga ik het er een beetje mee in deppen. Zodat het iets minder heftig wordt. Dat was die. Dan ga ik door naar de concealer. En de concealer die ik gebruik is de Fit Me Concealer van Maybelline in de kleur 10. En eigenlijk gebruik ik concealer altijd alleen maar onder mijn ogen. Sommige mensen doen het natuurlijk ook nog helemaal op hun kin of voorhoofd of weet ik veel wat. Maar ik doe het altijd gewoon onder mijn ogen en dat dep ik gewoon uit met mijn vinger. Zo. En wat ik dan nog een heel klein beetje doe is ik pak nog een beetje concealer en doe ik het een beetje hier. Zodat het zeg maar een beetje overloopt, al die concealer. Want als je echt van die bruin-wit vlekken hebt, vind ik dat niet mooi. Zo. Vorig jaar heb ik ook zo'n video opgenomen. En ik ben echt bang. Of nou, niet bang. Maar ik denk echt dat heel veel producten nog hetzelfde zijn. Omdat als ik eenmaal een goed product heb gevonden, dan vind ik het wel prima. Dan ga ik niet een zoektocht starten naar een beter product. Maar oké. Nu ga ik een poeder gebruiken. Dit is de MAC Medium Plus Mineralized Skin Finish. Gewoon een normale basic poeder. En daar pak ik als eerst een heel klein kwastje voor. En dan ga ik het onder mijn ogen afpoederen. Zo, en ook een beetje langs mijn neus zo. Zeg maar waar ik het gewoon echt goed afgepoederd wil hebben, daar ga ik overheen met dit kleine dingetje. Ook een beetje om mijn oogleden. Zo, en dan verder pak ik gewoon mijn grote poederkast. Volgens mij heet dit ook Powder Brush van Real Techniques. Daar ga ik gewoon helemaal in. En dan ga ik gewoon een beetje over mijn gezicht heen. Het klinkt dus heel gek, maar ik vind dus echt als ik Zwitser vooraf gebruik als ja, dagcreme, dat mijn make-up daarna zo mooi egaal zit ofzo. Ik weet niet, onder mijn ogen gaat het gewoon niet in die lijntjes zitten. Ja, uiteindelijk natuurlijk wel aan het eind van de dag, maar soms gaat het ook al in die lijntjes zitten natuurlijk tijdens dat je make-up aan doen bent. En dat heb ik nu niet. Dus dat is zeker een pluspunt. Dan heb ik een nieuw contourpaletje, of nou ja, een bronzerpaletje van NARS. Ik twijfel, nou ik ga het wel een beetje doen, maar ik heb het op zich niet echt nodig, het bruiner worden. Maar dus heb ik laatst gekocht en die vind ik wel heel erg fijn. Ga ik ook gewoon met die poederkwast in. En ga ik een beetje... Zo. Niet echt heel specifiek dat ik echt zwaar aan het contouren ben of zo. Maar gewoon een beetje diepte, een beetje warmte in je gezicht. Dan zit eigenlijk alles qua poeder erop. Ja, behalve de wenkbrauw, maar qua gezichtsproduct en zo. Oh nee, highlighter. Dat moet er nog op. Hier. Ik heb hier de MAC Soft & Gentle, de welbekende. Oh, dat is ook echt erg. Mijn hand in mijn hoofd. Oké, okay, ik ga er nu over opbouwen. Maar daarvoor pak ik ook weer even dit kwastje. En daar heb ik een heel klein beetje, want ik vind de laatste tijd highlighter nou niet meer heel erg mooi of zo. Of althans niet dat hele heftige wat iedereen vroeger altijd had. Gewoon een heel klein beetje. Zo. En wat ik dan doe is ga ik weer met de setting spray over mezelf heen. En dan ga ik het daarna indeppen met de beauty blender. Ik had het dus een keertje op een video bij Marcia van Beauty Gloss gezien dat zij dit deed. Dat ging ik het dus ook één keer zelf proberen. En je make-up ziet er dan zoveel minder cakey uit. En dat vind ik gewoon mooier. Dus vandaar. Ik ga even ondertussen alvast wat lippenbalsem opdoen voor als ik straks iets op mijn lippen wil. En dit is echt mijn nieuwe favoriet. Dit is van Blistex. En dit is de Triple Butter. En normaal had ik altijd gewoon... Ook oh, je dat hier overflex had. Normaal had ik altijd gewoon die blauwe, die soort van mint of zo. Maar dit is echt... Zo lekker, echt niet normaal. Wenkbrauwen. En daar gebruik ik echt nog steeds de Catrice wenkbrauwpoeder voor. Deze gebruik ik echt al, nou, ik denk precies de tweede of zo. Ik heb geen idee. Maar ja, mensen vragen altijd, wat doe je dan met je wenkbrauwen? Maar ik vul ze gewoon letterlijk in. Ik zal jullie wel eventjes inzoomen. Ik doe gewoon letterlijk mijn wenkbrauw doorborstelen.
En gewoon invullen. Iets wat ik wel echt de laatste tijd doe is de donkere kleur aan de buitenkant en dan de lichte kleur aan de binnenkant. Zodat het mooi in elkaar overloopt. Dat vind ik de laatste tijd wel echt mooier. Omdat je anders je wenkbrauw gewoon zo hard wordt. En zo, dan pak ik de lichte kleur. En dan ga ik er nog een beetje doorheen. Met het wenkbrauwkwastje. Zo, nu heb ik mijn wenkbrauw ingevuld. En dan heb ik zien scoort. Nou, ze scoort ook weer een paar weken. Gebruik ik een brow soap. Dit is de Boosie Brow Soap. Die heb ik toen een keertje opgestuurd gekregen. Ga ik gewoon met een kwastje ga ik er zo doorheen. Ik moet dat kwastje trouwens echt even schoonmaken. En dan ga ik gewoon door mijn wenkbrauw ermee heen. Zo. En dan zitten de wenkbrauwen er eigenlijk alweer op. Verder doe ik nooit zo heel erg veel met mijn wenkbrauwen. Dan is het tijd om naar de ogen over te gaan. Ik heb twee oogschaduwpaletjes die ik echt heel erg fijn vind. En heel erg mooi qua kleuren ook. Dus allereerst deze van MAC. En dit is de... Wat is dit? De Art Library. Ik heb geen idee welke deze is. Maar het is in ieder geval een... oogschaduwpalet van MAC met 12 kleurtjes. 12 hele mooie kleurtjes. Ik vind dus oranje en rood altijd bij mijn ogen best wel mooi staan. En ik heb dus ook een paletje van NYX, ook een beetje met diezelfde soort kleurtjes. Dus daar ga ik wat leuks mee doen. Ik ga het niet te heftig maken. Maar ik ga jullie wel eventjes inzoomen, zodat jullie het iets beter kunnen zien. Oké, ik denk zo. Ik hoop dat dit niet te dichtbij is voor jullie. Anders, sorry. Even kijken hoor. Ik heb hier allemaal oogschaduwkwastjes. Ik ga beginnen met een kleurtje op het ooglid. Ga ik dit kwastje voor gebruiken. Dit is de Medium Shadow Brush. Ook van Rue Techniques. Eigenlijk zijn bijna allemaal kwasten van Rue Techniques. Dan ga ik als eerst dit palet erbij pakken. En dan ga ik voor een beetje een neutraal kleurtje. Ik ga deze twee mengen met elkaar. En die ga ik gewoon aanbrengen op mijn ooglid. Dan pak ik dit kwastje. Dit is een beetje een blend brush. Dit heet de Essential Crease Brush van Rue Techniques. En dan pak ik een beetje... Welke ga ik pakken? Ik denk dat ik een beetje die oranje bruine ga mengen. En dan ga ik die een beetje in mijn crease doen. In mijn crease voor mij nou, alsof ik er echt vet veel persoonlijk van heb. Dat is niet, maar oké. Okay. En die probeer ik ook een beetje te mengen met het eerste kleurtje. Wow, ik zie nu dat ik hier echt een zieke vlek heb. Of het komt door de ringlamp, of het is echt een vlek. Oké. Okay. Het is wel een beetje heftig. Dan pak ik eventjes deze kwast. Dit is de Deluxe Crease Brush. En daarmee ga ik even er helemaal overheen. Zodat het even iets minder heftig wordt. Het is ook niet echt gelijk aan elkaar, maar oké. Okay. Oké, okay, deze moet nog wat hoger, want die andere ga ik echt niet meer naar lager krijgen, denk ik. Een heel klein beetje. Even mijn eigen poedertje erbij pakken. En dan ga ik eventjes met deze doorheen, waar ik net ook die poeder mee heb aangebracht. Dus even een beetje proberen wat minder te maken, want ik lijk wel een clown. Oké, okay. We gaan eventjes een licht kleurtje pakken met dit kleine kwastje. Gaan we even mee in de binnenste ooghoek. Of ik moet die ander gewoon donkerder maken, want deze is nu iets donkerder dan die. Op dit soort momenten denk ik dan ook echt, waarom heb ik oogschaduw opgedaan? Waarom heb ik het niet gewoon gelaten bij mooie gezichtsmake-up? Oké, okay, zo kan het volgens mij op zich wel. Mensen, ik wil ook even zeggen voordat jullie denken dat ik echt zieke pro-make-up ben. Ik doe ook maar wat natuurlijk, hè. Dat jullie dat wel even ziet. Zo, nou, ik denk dat ik het gewoon hierbij ga laten. Anders wordt het natuurlijk alleen maar erger. Ik wilde eerst ook nog eyeliner op gaan doen. Maar dat ga ik denk ik ook maar niet doen. Dan ga ik het ook verpesten. Dan gaan we verder naar mascara en oogpotlood. Ik gebruik dus eigenlijk altijd oogpotlood, omdat daardoor lijken je wimpers gewoon een stuk voller. Ik gebruik deze van Essence, gewoon het Essence Kajal Pencil. En wat ik gewoon doe is, ja, het is een beetje lastig uitleggen, maar ik zet hem gewoon op mijn
op mijn wimperlijn en dan ga ik gewoon eronder. En dat doe ik tot de helft ongeveer van mijn oog. Ik krijg altijd heel vaak de vraag welke mascara ik gebruik. Maar ik gebruik deze mascara echt als de brugklas. Ik vind hem echt super fijn. Het is de Maybelline Rocket Volume Express Mascara. En in de winter of in de zomer gebruik ik hem heel vaak in waterproof. Maar voor gewoon normaal zeg maar vind ik de normale fijner. Wat ik doe is ik zet mijn spiegel onder me. En ja, je moet maar even kijken wat ik doe. Maar een beetje lastig uitleggen. Maar ik zet die borstel er helemaal onder. En dan laat ik hem zeg maar gewoon naar boven glijden. En dan als ik zeg maar heel de onderkant voorzien van mascara, dan ga ik gewoon de bovenkant verder doen. Gewoon zo eigenlijk. En dat doe ik dan ook met de andere kant. Zo, en dan zit de mascara er eigenlijk al op. Ga ik jullie weer even uitzoomen. Zo, de lippen. De lippen moeten nog gebeuren. Daarvoor ga ik gewoon een lipstick gebruiken van MAC. Dit is de kleur Velvet Teddy. Ik heb natuurlijk nog lippenbalsem op, maar ik laat het eigenlijk altijd zitten als ik wat op mijn lippen ga doen. Omdat de kleur dan wat minder heftig wordt. Ik hou er niet van als mijn lippen echt heel heftig zijn. Dus deze kleur ga ik opdoen. Ja, dan hebben jullie wel gewoon een kleurtje, maar het is niet zo heftig als dat je hem zonder lippenbalsem zou dragen, zeg maar. Dus dit is eigenlijk de make-up look. Dan gaan we verder naar de haarlook. Ik hoop dat de zelfbruiner niet al te verpest heeft, dat ik niet nu een al te erg Barbie lijk. Maar dat gaan we wel aan het resultaat zien. Ik ga nu eventjes de steltank aanzetten en eventjes hier opruimen en dan kom ik bij jullie terug. Dit is de steltank die ik van John Berens heb gekregen. Het is een Chi steltang. Ik heb eigenlijk zelf al best wel lang ervaring met de Chi steltang. Ik had er eentje gekregen toen ik over was van de eerste naar de tweede volgens mij. Dus dat was ook alweer 6 jaar geleden zoiets. En die heb ik nog steeds. Dat was zo'n groen met glittertjes. Was zo'n limited edition. En nu heb ik dus een nieuwe van hun gekregen. En deze heeft dus ook van die keramische platen. Dus ik ben echt heel erg benieuwd wat het voor mijn haar gaat doen. En hij heeft dus ook allemaal verschillende warmtestanden. Je kan hem op 160 zetten. 170, 180, 190, 200 of 215. Ik denk dat ik de mijne op 170 ga zetten. Omdat mijn haar is natuurlijk best wel dun geblondeerd. Best gevoelig, zeg maar. Dus ik ga hem niet al te hoog zetten. En ik denk dat hij 170 of 160 ook makkelijk kan hebben. Hij zit nu in het stopcontact. Dus ik ga hem nu aanzetten. Hij warmt automatisch op, zie ik, op 180 graden. En hij is nu aan het knipperen. En als hij niet meer knippert, dan ja, is hij klaar. Dit was de doos waar die in kwam. Het is dus de Chi Luxury Rosé Gold Series. En het is een 25 mm steltang. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik geen verstand heb verder qua millimeter dingen en zo. Maar dit ziet er gewoon uit als een normale grootte qua steltang. Oh, hij is al warm. Oké, maar ik wil hem natuurlijk iets kouder. Ik ga hem op 160 graden zetten. Kijken op wat dat doet met mijn haar. Ik ga eerst maar eventjes doorborstelen. Ook met deze Tangle Teaser. Die heb ik ook zelf op John Berens gekocht. Hele fijne borstel. Ik heb gisteravond al heat protector in mijn haar gedaan. Nadat ik die Olaplex behandeling had gedaan. Dus dat zit er allemaal al in. En dan ga ik mijn haar voor de helft opsteken. De mensen die mij ook in mijn weekvlogs volgen. Of al een langere tijd volgen. Die weten dat ik een keratinebehandeling gedaan heb. Ongeveer bijna een jaar geleden. Maar mijn haar groeit natuurlijk in een half jaar tijd ook. Dus de bovenkant is een beetje gaan krullen. Hieronder zit een beetje slacht door het slapen. Dus we gaan het haar gewoon lekker stylen. En ik ga de voorste bangs, de voorste plukken, mooi wegstylen. Dus dat is wat ik ga doen. Ik ben echt heel benieuwd naar deze krultang. Of naar deze steltang. En de steltang is opgewarmd. Dus we gaan hem gebruiken. Ik ga je even inzoomen. Ik pak van achter eigenlijk altijd een eerste pluk. Ik pak altijd best wel kleine plukken. Zo, volgens mij is hij wel goed gesteld. Ik ga er even een spiegel bij pakken.
Ik denk toch dat ik hem eventjes één standje hoger ga zetten. Omdat mijn krullen aan de bovenkant nog best wel vaak overheen moet. Nou, de eerste kant is redelijk snel gesteld. En het is ook echt goed gesteld, dus dat is top. En dan ga ik even snel de andere kant doen. Zo, de eerste twee delen zijn gesteld. Wat ik dan altijd mooi vind nog, is om de onderkant even in zijn geel nog een beetje naar binnen te stijlen. Zo pak ik deze pluk en dan maak ik zo een beetje een draai naar beneden. Alsof het lijkt alsof je haar zeg maar zo van naar binnen gefeund is. Zo, dan de bovenkant losmaken en verdelen in twee delen. En deze kant verdeel ik dan ook weer in allemaal lagen en ga ik dan ook weer stijlen. Oké, mijn haar is helemaal gesteld en ik ben helemaal klaar. Voelt echt super lekker zacht aan. Ik heb er nog een klein beetje olie in gedaan, maar verder voelt het echt heel erg lekker zacht. Alleen die curtain bangs een beetje zo naar buiten stijlen, dat lukt bij deze niet helemaal. Ik gebruik er altijd een kleine stijlton voor. Deze is daar dus net iets te groot voor. Maar ik denk dat je hier ook op zich nog wel mooie krullen mee kan maken met deze stijlton. Dat is natuurlijk tegenwoordig ook helemaal een hype en trend. Maar ik denk dat voor mij deze kerstlook zo wel af is. Nogmaals, let niet op de zelfbruiler. Is niet helemaal goed gegaan. Ik hoop dat jullie buiten dat de video toch leuk vonden. Vond je het nou een leuke video? Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. En alvast fijne kerst voor als je deze video kijkt. Als het kerst is. Ik hoop dat iedereen toch nog het jaar leuk kan afsluiten. Ondanks dat er dit jaar eigenlijk alleen maar corona is geweest. Dus ik hoop dat jullie toch een leuke avond hebben. En bedankt voor het kijken. Doei!